Wat zou u dan zelf doen? Zou u iets doen? Wat zou u veranderen? Wat zou u, als u helemaal vrij mocht denken, wat zou dan uw aanpak zijn op dit moment? Zo van mevrouw Van der Plassen, we dragen allebei de boeren een warm hart toe. En mijn vraag is, in hoeverre is er nou volgens mevrouw Van der Plassen sprake, we hebben het gesprek eerder gehad bij het koffiezetapparaat, maar ik wil het u ook vragen, van een stikstofprobleem? Nou ja, in hoeverre zegt u van, nou, er is een stikstofprobleem, we moeten ook echt wat doen. Is er een stikstofprobleem, zou ik u op mevrouw willen vragen? Ja, dit gesprek hebben we inderdaad vaker gehad. En ik heb al heel vaak tegen de heer Van Houwelingen gezegd, maar hij wil weer een uitspraak van mij en die kan hij krijgen. Wij hebben een stikstofwetprobleem. Wij hebben onze doelen en onze, waar we naartoe moeten en de reductie, die hebben wij zo eigenlijk onuitvoerbaar en onhaalbaar in een wet verankerd, dat het gewoon heel moeilijk is om daaraan te kunnen voldoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook al eerder gezegd dat als je alles uit Nederland weghaalt, scheepvaart, huizen, mensen, vee, dan nog komen natuurgebieden in de rode zone. Dan nog is het te veel stikstofdepositie. Dat heeft dan weer met die kritische depositiewaarde onder andere te maken. Dus, maar kijk, ik vind in het algemeen dat we met z'n allen in deze wereld wel allemaal ietsje duurzamer mogen. En waar je een reductie van of CO2 of van stikstof of van ammoniak kan bereiken, daar is helemaal niks mis mee. En Forum probeert ook altijd een beetje zo te draaien alsof alle boeren ook vinden dat er geen stikstofprobleem is. Nou, ik kan u vertellen, het grootste deel van de boeren die voelt zich zeer verantwoordelijk voor het milieu. Die voelt zich heel verantwoordelijk voor de bodem, voelt zich heel verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. En die zijn echt bereid om stappen te nemen en dat doen ze al decennia. Dank u wel, mevrouw Van der Plassen. Dat doen ze al decennia. Ja. Dus ja. We moeten hier niet een frame gaan plaatsen van, maar die boeren vinden dat ook allemaal niet. Ik denk een deel van de achterban van Forum die dat wel vindt. Maar wij hebben altijd gezegd, we hebben een stikstofwetprobleem. En met verduurzaming aan zich is niks mis. Meneer Van Houwelingen. Maar om daar toch even door te gaan. Inderdaad, u zegt het is een juridisch probleem. Dat begrijp ik. Maar is het ook een, hoe kijkt u daar? Is het een natuurprobleem? Is het zo dat u zegt, van als we nu niks zouden doen, dan staat de natuur op omval en dan kunnen we niet duurzaam meer boeren. In hoeverre is het ook een natuurprobleem? Dat is wat ik eigenlijk bedoel met stikstofprobleem. Ja, nou dan gaan we de discussie weer herhalen. Dat wil ik best doen. Heel kort, want het gaat over het klappen van het landbouwakkoord. Ja. Het gaat niet over het stikstofprobleem. Er zit wel een relatie natuurlijk tussen. Voorzitter. Maar we gaan er niet een hele natuurtechnische discussie van maken. Mevrouw Van der Plas. Nou ja, natuurtechnische discussies. Kijk, wij willen kijken naar het natuur. Kijk, we gaan het weer opnieuw doen. We kunnen al die films achter elkaar zetten. De Europese Commissie die draagt Nederland op om goed voor de natuur te zorgen. Alle lidstaten moeten goed voor de natuur zorgen. En dat is wat we moeten doen. En dan moet je kijken, en dat zegt ook de ecologische autoriteit. We hebben laatst een technische briefing gehad waarin de ecologische autoriteit, niet mevrouw Van der Plas, de ecologische autoriteit, die zegt, we moeten af van die focus op alleen maar stikstof. We moeten kijken wat er in die natuurgebieden precies aan de hand is, waar dat door komt, welke maatregelen daarop genomen moeten worden. En dan moeten we zorgen voor het natuurherstel. Dat is wat ook de ecologische autoriteit zegt. En hier zijn we jarenlang bezig geweest op die focus op stikstof. En ik heb inderdaad grote twijfels, en dat heb ik in mijn inbreng ook gezegd, weten we wel of het allemaal helpt als we die stikstof gaan reduceren en minder vee. Wij denken maar zo, hoppakee, de helft van de veestapel weg, problemen opgelost, natuur gered. Nou, dat is nog maar de vraag. Dat hebben de ministers zelf ook toegegeven. Dat is nog maar de vraag of dat überhaupt gaat helpen. En dan, hoe ver zijn we dan? Dank u wel, de heer Van Houwelingen. Laatste concluderende vraag dan. Inderdaad, als ik u goed begrijp, zegt u van we zitten met modellen, helemaal eens. Hè? We hebben allemaal wetten en zo. En dan zou ik u toch even willen vragen, want dat vind ik toch heel interessant. En de handvraag van mij betreft, stel u zou hier de dictator zijn. Hè? Maak u even dictator. Hebben in Nederland geen dictators. Als gedachte-experiment. Maar wat zou u dan, wat zou u dan zelf doen? Zou u iets doen? Wat zou u veranderen? Wat zou u, als u helemaal vrij mocht denken, wat zou dan uw aanpak zijn op dit moment? Als u de minister-president zou zijn, denk ik. Als ik de minister-president zou zijn, jeetje. Ik zou, wat ik net al zei, ik zou kijken naar beleid wat haalbaar, draagbaar en uitvoerbaar is. En ik zou ervoor zorgen dat er ook een inkomen gegarandeerd is voor mensen die iets moeten veranderen. We hebben het vorige week ook over gehad, dat bakkerijbedrijven die moeten gaan elektrificeren, die moeten elektrisch gaan bakken, terwijl het net helemaal vol zit. Ze kunnen helemaal niet omschakelen, maar die krijgen wel een energiebelasting als straf.
Terwijl gewoon, ze kunnen het niet. Ze willen het wel, maar ze kunnen het niet. Nou, dat is het beleid wat ik zou veranderen.